booming business. En er zou nauwelijks kans zijn op complicaties. Maar is dat echt zo? Er zijn verschillende manieren van laseren, die globaal in te delen zijn in twee methodes. Sinds 1980 is er de PRK-techniek, waaruit later de LASIK-techniek is ontwikkeld. Bij deze methode wordt een heel dun laagje van het hoornvlies losgeweekt met alcohol en daarna opzij geschoven, waarna er bovenop het hoornvlies gelaserd wordt. Deze methode wordt vaak uitgevoerd bij mensen die een dun hoornvlies hebben. Bij LASIK groeit het hoornvlieslaagje weer vast en bij PRK wordt het laagje verwijderd. Het voordeel van deze methode is dat er niet in het oog gesneden hoeft te worden. Het nadeel is dat de patiënt na de operatie enkele dagen erg veel pijn kan ervaren. Daarnaast is de herstelperiode na de operatie vrij lang. Het kan weken en soms zelfs maanden duren voordat het ideale zicht wordt bereikt. De steeds populairder wordende methode is de LASIK-methode. Hierbij wordt een flapje in een deel van het hoornvlies gemaakt. Vaak wordt dit gedaan met een mesje of met een laser die gebruik maakt van een soort gifgas. Hierna wordt het flapje opengeklapt, zodat er in het hoornvlies gelaserd kan worden. Als dit is gebeurd, wordt het flapje weer teruggeklapt. Gemiddeld heeft de patiënt slechts enkele uren een beetje pijn en de volgende dag kun je alweer vrij goed zien. Het voordeel van deze manier van laseren is dat het herstel snel gaat en dat het veel minder pijnlijk is dan bij LASIK. Het losgemaakte flapje groeit echter nooit meer echt vast en blijft de rest van je leven een zwak deel van het oog. Er is dus wel degelijk risico. Vooral de LASIK-methode blijkt klachten te geven. Sterker nog, sommige klinieken laseren al niet meer met de LASIK-methode omdat het risico op complicaties te groot is. Soms zo erg dat het zicht er niet op vooruit, maar op achteruit gaat. Dit is Jan Harmes uit Den Haag. Na 25 jaar contactlenzen besluit hij de grote stap te maken. Hij laat zich laseren. Hij kiest voor de Haaglander Kliniek omdat ze een kundige indruk maken en omdat ze verbonden zijn aan het Medisch Centrum Haaglanden. Op 2 juni 2004 is het zover. Hij gaat gelaserd worden door middel van de LASIK-methode. Al snel na de operatie blijkt echter dat het helemaal misgegaan is. Direct de dag erna bleek dat beide hoornvliezen waren gaan plooien. Daar hebben ze toen dezelfde dag mijn rechteroog opnieuw behandeld. Dan hebben ze het hoornvlies gelift en glad gestreken voor zover dat mogelijk was. En hetzelfde een dag later met mijn linkeroog. Daarna bleek dat er vertroeling in het hoornvlies ontstond. En extreme droge ogen, wat nog steeds erg pijnlijk is. En het zicht is bijzonder slecht gebleven. Meneer Harmes ziet na zijn operatie zeer slecht. Dit oog is ongeveer, op dit moment zie ik daar één grote waas mee. Misschien 20-30%. Deze iets beter, een 60-70%. Ik zou op dit moment niet kunnen lezen. Dingen die voor iedereen vanzelfsprekend zijn, zijn voor meneer Harmes onmogelijk geworden. Ook het autorijden is zeer lastig. En overdag, wanneer ik een goede dag heb, dan kan ik misschien 's ochtends een stukje rijden. Maar ik weet nooit of ik ook weer terug kan rijden. Het zicht kan op het moment een heel stuk minder worden. En zelfs auto rijden, dat is echt onmogelijk. Waarom is dat onmogelijk? Ik zie heel veel halo's. Het zijn lichtkringen, echt om alles. Lantaarnpalen, koplampen. Alles wat wordt één groot, wazig, schitterend gebeuren. Meer mensen die gelaserd zijn, hebben last van halo's. Vaak van voorbijgaande aard. Dat ziet er ongeveer zo uit. Ook fietsen is voor de heer Harmes lastig. Wanneer ik naar mijn werkplaats moet, mijn werkruimte, dan, zeker als het donker is, dan fiets ik achter het achterlichtje van mijn vrouw aan van de fiets. Om die manier nog een beetje een richtpunt te hebben. Anders kunt u niet fietsen? Nee, ja, het is gevaarlijk. Dan, ik zie te laat wanneer er iets oversteekt of wanneer je met een autodeur open doet en andere zaken. De heer Harmes heeft ook erg veel last van droge ogen. Alsof er een hele hoop zand in je ogen zit en elke keer als ik knipper voel ik een schurend gewaarwording. Dat is pijnlijk. Erg pijnlijk. Hij vraagt zich af of in zijn geval wel de goede lasermethode is gebruikt. Achteraf uit cijfers blijkt dat je met LASIK een 6 keer grotere kans hebt op complicaties van droge ogen dan bij LASIK. De heer Harmes is niet echt goed gewezen op de risico's van laseren.
Ik vond de voorlichting onvoldoende. Mij werd voorgespiegeld dat het lezen van mijn ogen veel minder risico's zou hebben dan het dragen van lenzen. Ik droeg al 25 jaar contactlens en ik wou er eigenlijk graag vanaf. Dus op de voorlichtingsbijeenkomst werd het indruk gewekt dat het geen enkel probleem zou zijn. Ook over de nabehandeling is hij ontevreden. En ook de nabehandeling die was vaak onvoldoende. Dan wanneer ik ineens mijn zicht slechter werd, dan was ze niet meer te bereiken. Zouden oogdruppels opgestuurd worden? Kwamen nooit aan. Problemen om bandagelens te krijgen. De toekomst van meneer Harmes ziet er somber uit. De artsen kunnen geen enkele garantie geven dat het nog goed komt. Ja, ik leef van dag tot dag en van moment op moment. En voor de rest is dat iets wat... Als ik erover ga nadenken, is het geen plezier vooruitzicht om met goede ogen zeg maar, een ziekenhuis binnen te stappen en half blind weer uit te stappen. De studie ook mevrouw Roest. U hebt in januari 2003 uw ogen laten lezen met de LASIK-methode. Ja. Hoe ging dat aanvankelijk? In de eerste instantie goed. Ja, wat was uw afwijking? Plus 8,5. Ja. En dat was na de operatie tot 0 gereduceerd? 0 en 1,5. Ja. En hoe is het nu? Slecht. Ja, ik heb nu weer plus 4. Dus het heeft niet blijvend geholpen? Nee, de eerste 1,5 jaar ging goed. Ja. Wist u dat van tevoren, dat die terugval weer kon komen? Nee. Dus u heeft eigenlijk een beetje van niks gedaan? Ja. Suzan Karantjoulu, u heeft uw ogen laten lezen in Istanbul. Kunt u een beetje vertellen hoe dat gegaan is? Ik heb vooronderzoek gedaan bij hun prekliniek, die zit in Amsterdam. Daar hebben ze mij eigenlijk informatie ook achterwege gehouden om eigenlijk mij naar Turkije te loodsen bij Dünya Ay Hospital. Daar ben ik gelaserd en meteen na de behandeling was alles in orde en kon ik weer naar Nederland teruggaan. Ik had heel veel last, hele droge ogen, heel veel pijn, ik zag heel slecht. En ik heb meteen eigenlijk aan de bel ook getrokken om dat even na te laten kijken. Daar zit alleen een optometrist in Nederland. Dus die constateerde wel grijze spikkeltjes op het hoornvlies. Maar ze zei van, nou, dat gaat vanzelf over, ga maar naar huis. En ik had zoveel pijn dat ik eigenlijk de noodarts in het weekend heb gebeld. Het oogheelkundig medisch centrum. Daar zat ik na het weekend en daar hebben ze een infectie geconstateerd. Ik ben toen, die hebben me doorverwezen naar Vision Clinics in Amsterdam. Daar werd een zware infectie inmiddels 8 dagen later geconstateerd. En toen ben ik de 10e dag eigenlijk met spoed geopereerd om de infectie weg te halen. Met alle gevolgen van dien. Want ik kwam terug uit Istanbul met 20% zicht en een sterkte van min 5. Dus 20% zicht en een sterkte van min 5. Dus ik zag echt helemaal niets. En na de infectieverwijdering heeft het vrij lang geduurd. Ik heb een half jaar niet kunnen werken, helemaal niets kunnen doen. Alles wat die meneer in het filmpje zegt, heb ik ook ervaren eigenlijk. En ik zit nu op een sterkte van 50%. En dat is blijvend. En ik heb ongeveer een sterkte van min 2 overgehouden. Mag ik vragen hoe oud je bent? 33. Ja. Je kwam terug met 20% zicht. Wat... 20%, ja. Ja, dan denk niks. je dat je blind geworden bent, of ja, niet? Ja. Je hebt geen idee wat er is gebeurd eigenlijk. En je hebt ook geen idee hoe het gaat herstellen of het überhaupt gaat herstellen. Ja, het is een afschuwelijke, traumatische ervaring. Ja. Zo heb ik het ervaren en zo ben ik eigenlijk nu al een jaar lang bezig met herstellen. Ja. En dat hoornvlies zou dan in principe weer, ik zou weer zicht gaan hebben van 100%, maar dat is dus uitgebleken. Ja. 50-60%. Ik heb 50-60% en er zit allemaal asymmetrie in het hoornvlies. Het is allemaal littekenweefsel. Het is blijvend beschadigd. Dus, ja. Ja. Wij spraken ook met diverse oogartsen en deskundigen over de nadelen van de LASIK-behandeling. En niet allemaal willen ze er voor de camera over praten, want de kwestie ligt nogal gevoelig. Dr. Gerards is een uitzondering. 1/3 van de patiënten van dokter Gerards van de Focuskliniek in Rotterdam zijn mensen bij wie complicaties of bijwerkingen zijn ontstaan na het laseren van hun ogen in een ander ziekenhuis. Een hele hoop van die klachten valt natuurlijk samen te vatten onder slechter zien. En het is dan ook belangrijk om te achterhalen waar het slechtere zien in zit. Is er alleen maar een sterkte die er overgebleven is? Is de zone niet in het centrum behandeld, maar is er gedecentreerd behandeld?
Hebben de mensen hele droge ogen eraan overgehouden, waardoor ze slechter zijn gaan zien? Zijn er gewoon littekenweefsel of vergroeien? Zijn er slechte flapjes gesneden? Nou, dat zijn allemaal dingen die je tegenkomt bij dit soort second opinions. Maar je komt dus ook veel drama's tegen, denk ik. Ja, er komt heel veel drama's tegen. Ja. Het zijn mensen die toch vaak ook zodanig slecht zien dat ze niet meer normaal kunnen functioneren in het leven. S'avonds niet meer goed kunnen autorijden. En ik heb een voorbeeld van iemand die echt op zelfs zijn werk is verloren als vrachtwagenchauffeur. Omdat hij zo slecht zag dat hij niet meer voldeed aan de rijbewijskeuring voor de vrachtwagenrijbewijs. Nou, dat zijn natuurlijk toch wel hele stuitende dingen. En ik heb een ander voorbeeld voor iemand die van plus 13 gelezerd is. Nou, het is ongeveer de grootste kunstfout die je kan maken. Want je kunt maar tot plus 4 ongeveer lezeren. En die meneer is van 100% zicht naar 10% zicht gegaan. Maar die heeft daarbij ook verknoeide horenvliezen, waarbij je eigenlijk niet eens meer een andere operatie kan doen om hem beter te maken. Nou, daar huilt mijn hart wel een heel klein beetje van, kan ik wel zeggen hoor. Ja. Mevrouw Gerards weet dat vooral de LASIK-behandeling, waarbij in het oog gesneden wordt, risico's met zich meebrengt. Het nadeel van de LASIK-methode is dat het chirurgisch gezien een wat moeilijkere methode is. Je moet vertrouwen hebben in de apparatuur waar je mee werkt. Dus we weten ook vanuit de begintijd, toen we begonnen met LASIK-behandelingen, toen was die apparatuur niet altijd even prettig om mee te werken. Die gaf relatief complicaties die eigenlijk niet van tevoren altijd te voorzien waren. En daarbij is het ook zo dat het horenvlies toch verzwakt in zijn mechanica. Er komt een flapje wat weliswaar dan weer vast komt te liggen, maar het groeit nooit vast. Het komt op de onderlaag te liggen, maar de buitenlaag die groeit er overheen en die zorgt dat er stevigheid komt. Maar het vergroeit niet met elkaar. Dus het oog blijft altijd een zwakke plek? Het oog blijft een verzwakte plek. Gerards is niet de enige die waarschuwt voor de risico's van de LASIK-behandeling. Op de website lasikdisaster.nl, gemaakt door Oogheelkundig Medisch Centrum Amsterdam, staat bijvoorbeeld het volgende. Uit onderzoek blijkt dat ook na jaren het flapje nog min of meer los ligt. De verbinding wordt maximaal 5% van wat hij voor LASIK was. Dit betekent dat de ogen de rest van het leven kwetsbaar blijven voor alles wat het oog kan raken. Ook lezen we: een gedeelte van een oogheelkundig gezonde groep mensen wordt chronisch oogheelkundig patiënt gemaakt door complicaties van de refractiechirurgie. Dit is geen waarschijnlijkheid, maar een zekerheid. Ook mevrouw Gerards kent voorbeelden van mensen bij wie het flapje is losgeschoten. Nou, een van de andere voorbeelden die ik heb is een meneer die jaren geleden aan een LASIK-behandeling heeft gehad. Het is allemaal prima gegaan, die man heeft verder nooit problemen gehad. En die is terechtgekomen in de grote orkaan die er in Florida was van de zomer. Hij heeft een auto-ongeluk gehad, een frontale botsing. Daarmee is de airbag opengegaan en die airbag heeft zijn flapje opgerimpeld. Nou, dat is 4 jaar na de behandeling geweest. En dan nog zie je dus dat zoiets dergelijks kan gebeuren. Hoewel de Focuskliniek alle methodes aanbiedt, heeft mevrouw Gerards een voorkeur voor de LASIK-PRK-methode. Het grote voordeel zijn eigenlijk alle nadelen van de LASIK-methode. Het is technisch gezien een veel minder gecompliceerde ingreep. Als mensen verder een gezond oog hebben, geneest het eigenlijk heel snel. En valt die pijn dus ook heel erg mee. En de mechanische kwetsbaarheid van het oog is veel en veel minder. Het oog blijft eigenlijk gewoon sterk. Ik doe nu al zo'n jaar of 14 die laserbehandelingen. En wat je nu ook meer en meer gaat zien, is dat de lange termijn effecten voor die PRK-LASIK-methode veel en veel beter zijn. De stabiliteit van de sterkte is gewoon blijvend. En dat is bij de LASIK-methode, die natuurlijk ook wel voor hogere sterktes gebeurt, daar zie je toch dat een deel van de mensen gaat afglijden in de sterkte. En als u nou als oogarts zou moeten kiezen tussen die twee methodes, welke zou u dan kiezen? Nou, hier in ons centrum gaat de hele duidelijke voorkeur uit naar de PRK en de LASIK-methode. Maar waarom is LASIK, ondanks alle nadelen, dan toch zo populair? Wat ik dan wel bijzonder vind, is dat er wordt heel veel geadverteerd met die methode van LASIK. Hè? Ja. Waarom is dat, denkt u? Ja, ik denk dat het heel duidelijk een commercieel product is. Je kan natuurlijk iemand veel makkelijker binnenlokken met een behandeling die snel resultaat geeft, weinig pijn geeft en weinig verzuim van je werk geeft. Nou ja, dat soort argumenten spelen daar natuurlijk een hele duidelijke rol bij. Ook de voorlichting kan soms beter. Wat wij natuurlijk wel merken is dat bij commerciële klinieken het vaak toch gewoon gewenst is om meteen de afspraak te maken voor de behandeling. Zodra je natuurlijk iemand binnen hebt, is het wel zo prettig als je zegt: ik heb ook meteen een behandeling afgesproken. En heel veel mensen komen pas op vragen als ze buiten staan. Omdat je toch min of meer geblokkeerd bent door het hele gebeuren van zo'n vooronderzoek. En wat vindt u daar als medicus van? Ik vind dat niet goed. Dit is uiteindelijk natuurlijk een behandeling die je doet
ter cosmetiek. Hè. Het is helemaal geen medisch noodzakelijke behandeling. In elk gesprek vertellen we ook altijd aan mensen dat hun sterkte op een andere manier ook behandeld kan worden. Namelijk met een bril of met contactlenzen. En dat het daarom ook heel goed is om je nog eens twee keer te bedenken. Om te zeggen van nou wil ik dat nou wel of wil ik dat niet. In de studio is de heer Kroese, hij is directeur van de Haaglandenkliniek in Den Haag. Welkom. Uw kliniek voert veel LASIK-operaties uit, hè? Nou, wij doen eigenlijk allerlei soorten refractieve behandelingen. De ooglezenbehandeling die genoemd zijn, PRK, LASIK, LASIK, maar ook de lensimplantaten. Zodat we eigenlijk de hele range kunnen aanbieden voor wat het beste is bij de cliënt. Ja. Vindt u een goede voorlichting belangrijk aan de patiënt? Ja, absoluut. We hebben standaard voorlichtingsavonden waar mensen al hun vragen aan de artsen die de behandelingen doen ook kwijt kunnen. Na het vooronderzoek is er ook nog alle mogelijkheid om verdere vragen te stellen. En uiteindelijk beslist de cliënt samen met de oogarts welke behandeling die gaat doen en wanneer die dat gaat doen. Ja, toch? U laat ook de patiënten een formulier tekenen, een informed consent, zoals dat dan zo mooi heet, dat hij goed geïnformeerd is voordat hij de operatie ingaat. Toch staat nergens op uw website of in die informed consent dat de ogen van de patiënt blijvend zwak blijven na een LASIK-operatie. Waarom vermeldt u dat niet? Nou, dat kun je ook niet zo stellen, dat na zo'n behandeling blijvend zwak blijven. Dat verschilt, dus daarom zetten we dat er niet in. Mevrouw Inarts is er erg duidelijk over en ook andere oogartsen die wij gesproken hebben. En bijvoorbeeld die site van het Oogheelkundig Medisch Centrum in Amsterdam is er buitengewoon duidelijk over. Alles wat wij in toestemmingsformulier zetten geeft het hele spectrum van risico's weer. En volgens mij geeft dat exact weer dat het A niet zonder risico kan. En vooral ook dat de artsen nooit een garantie geven op het resultaat. Het blijft een medische ingreep en dat betekent per definitie dat we heel veel kunnen, maar 100% kunnen wij niet bieden. Nee, maar veel van de zaken die u, een bijwerking die u op uw website beschrijft, zijn allemaal niet blijvend. En zo zou het blijvend zo zijn, dan acht u een behandeling mogelijk, blijkt uit uw website. Maar er staat nog een ander punt. Op punt 18 van die informed consent staat het volgende. Het is mij bekend dat niet alle complicaties genoemd kunnen worden, maar al mijn vragen zijn voldoende beantwoord. Dus hier laat u de patiënten tekenen voor het feit dat niet alle complicaties genoemd zijn, maar dat zij toch de verantwoordelijkheid daarvoor dragen. Zo kunt u zich natuurlijk indekken tegen alle complicaties. Nou, dat is natuurlijk niet de bedoeling om ons in te dekken. Waarom we dat zo geformuleerd hebben, is er zijn heel veel verschillende soorten complicaties. Ik wil wel benadrukken dat het complicatiepercentage op zich heel laag is, maar er zijn allerlei verschillende soorten complicaties. En je kan wel elk geval beschrijven wat in de wereld ooit zich heeft voorgedaan. Nou, toch op het ooglezertrefpunt en diverse buitenlandse sites kom ik zoveel meer complicaties tegen dan op uw site. En om mensen dit dan te laten tekenen, maakt het ziekenhuis zich dan niet een klein beetje makkelijk vanaf? Nou, juist niet. Het credo van onze kliniek is ook, we zijn verbonden aan een ziekenhuis. Dus wij willen absoluut geen enkele fout maken. We belasten dan zowel de cliënt als de kliniek zelf als het ziekenhuis. De oogartsen handelen volledig integer. Maar ja, mensen kunnen geen garantie krijgen. En als ze dat verwachten, dan is dat een valse verwachting. En wij doen er alles aan, zowel in de voorlichting als in de persoonlijke gesprekken die plaats hebben, als in het vooronderzoek, om alles aan te geven wat er kan gebeuren. Ja, nee, nou, dat doet u niet helemaal, want u zou daar meer aan kunnen doen, maar u laat die patiënten tekenen dat zij dan verantwoordelijk zijn. Ik wil nog één ding vragen. Nou, dat wil ik toch corrigeren, want uiteindelijk de oogarts is volledig verantwoordelijk voor wat hij uitvoert en daar staan ze ook voor. Dus we schuiven dit absoluut niet af op de cliënten. Ja. Wellicht dat mensen dat zo ervaren als dat zo op papier staat, maar dat is niet het geval en zeker ook niet de bedoeling. Nou, één iemand die dat ervaren heeft is meneer Harmers, die hebben we in het filmpje gezien. Ja. Gaat u nog iets voor meneer Harmers doen? Absoluut. Kijk, ik heb met de heer Harmers gesproken naar aanleiding van zijn situatie. Laat ik vooropstellen, dit is natuurlijk absoluut niet wat je wil en het is ook vreselijk als dit gebeurt. Maar ik ben wel reëel in wat ik zeg. Medisch gezien kunnen we waarschijnlijk niet veel betekenen. Dus zullen we kijken hoe we hem op een andere manier kunnen helpen. Maar nogmaals, ja,
het gebeurt niet veel, maar het kan toch voorkomen. En helaas dat bij de heer Harmens gebeurt. Ja, nou misschien komt er wel iets meer voor dan dat we allemaal dachten. Over het eind 2006 wil de werkgroep refractiechirurgie een keurmerk in het leven roepen. Alleen goede ooglezerklinieken in Nederland kunnen hier dan lid van worden. En de werkgroep wil benadrukken dat de consument goed moet worden voorgelicht en goed moet beseffen waar ze aan begint als ze besluit de ogen te laten laseren. Ondertussen horen wij graag meer ervaringen van mensen naar aanleiding van hun LASIK of LASEK behandeling. Over de voorlichting, de behandeling en de nazorg en natuurlijk over de resultaten. Dat kan via ons bekende nummer 0800 1343 of via onze website, want we gaan het echt in de gaten houden. Ik dank u voor het gesprek. Graag gedaan.